Nou, dit is het stuk dat we zelf moeten roeien, een klein stukje. Rick is even aan het roeien. En we gaan daarheen naar de overkant. Als we redden. Als we er ooit komen, schip drinken of zo. Ja, het komt vast wel goed, Rick. Jij zei dat je roeikampioen was. Je moet. Wacht even hoor. Oké, doei. We zijn dit hele woud doorgelopen. Ik zal even inzoomen. Eindeloze bomen. Ik ben zo gedesoriënteerd dat ik niet eens meer weet waar we vandaan komen. We zitten nu in de tent. We zijn in Kautokeino. En meer outdoor dan dit, ik ken het niet. Dus we hebben nog even niet de binnentent erop gedaan. Maar we gaan hier eten pasta, bolognese. Omdat er echt miljarden muggen ons dood willen maken. Een lekker maaltje gemaakt. Aardappelpuree met worst. Echt zweet. Maar wel tomatenketchup erbij. Soms is het pad goed. Soms is het pad iets minder. Arme Anne, ik weet dat ze dit niet leuk vindt. Kan jij mijn hoed gooien, Anne? Gooi hem als een frisbee. Dat ging beter dan ik had gedacht eigenlijk. Het is ook dieper dan ze denken. Ik denk dat haar broekspijpen wat nat worden. We gaan het zien. We gaan het zien. Hoop. We gaan het zo. De stroming is zo hard. Ja, het is harder dan je denkt, hè. En hoppa. We'll be right back.